Roel die het bezig. We zijn hier op een markt in Roden op vrijdagmiddag en zondag is de grote derby tussen Gomos en Roden. Ja. Toevallig op passant is B. Hagenau. B, wat denk jij, wat wordt zondag? Ja, wat wordt het, jong? Dat is moeilijk te zeggen. Want Gomos die is helemaal in halleluja-sfeer natuurlijk. Die hebben 9 punten, geloof ik, hè? Ja, klopt. Maar Ron die valt ook niet tegen op dit moment. Nee. Dus ik weet niet. Ik sloeg toch een beetje hoger aan door mee. Goed zo, mooi. En dan hebben we hier nog meer staan. Appie Rosema. Appie, heb jij ook een mening over het voetbal? Ja, ik wat B zegt, ben ik wel met hem eens. Ik geef gewoon maar eens een kansje. Dat gewoon maar een wens van Rood. En je gewoon zelf ook even met de kick? Ik probeer er wel in mijn gewoon, ja. Goed zo. En B, jij bent natuurlijk ook wel van de partij. Ja, ik denk wel dat ik even kom, ja. Ja, die kans is groot. Ja. Want nu heb ik ook naar veld kring. Ook dat nog. Naar het kunstgrijveld. Oh, die wil ik ook wel in bekijken. Prima, goed zo. Maar, We zullen nog wat het wordt, jongens. En bedankt voor de medewerking. Moet je wachten, want ik kan me nog wel herinneren dat Jordan Leen, heb ik zelf nog een keer de nek omdraaid. Oh, kijk eens aan. Ja. Dat vergeet je nooit weer. Nee. Beslist de doelpunt mocht in Paas. Oh, kijk eens aan. Ja, goed zo. Mooi. Toen gingen wij de Klaas omhoog en niet dummy. Nee. Nee, dat ging fout. Hopelijk gaat Ronde weer met 3 punten van deur. Ah, die punten die moet nog durf van orde zijn. Ja, zo is dat. Goed zo. Dat mooi. Ja. Nou, bedankt voor de medewerking. Ja. Yo. Henk Douwers hebben we hier. Zondag is Gomos Roden. Heb jij enig idee, Henk? Je bent wel paissupporter, maar heb jij een beetje kikker op wel Twente zal zondag? Ja, ik persoonlijk. Ik denk dat Rood wat meer dan hoes heeft. Dat hij wat een beetje meer klasse heeft. En ik denk dat hij met een doelpuntje verschil bent gewoon. Goed zo. En gewoon was. Ja. Ja, de bal is rond. De bal is rond. Maar het is mooi dat ze allebei een boom aan staan. Hè? Ja, zo Rood 1 en gewoon was 2. Ja. Maar je moet toch zondagmiddag even op prijzen dat ik hier. Ja, goed zo. Misschien wordt dat ook wat. Ze speelt een GVAV, hè? Ja, dat is de boomste, hè? Dat is de boomste. Maar bij mij is Pijzen volgens je staakst, denk ik, de boomste. Nou, kijk eens aan. Wij wachten nog even wat wordt. Ja, bedankt. Yo. Yo, hoi. Hoi. Goeiedag, Haltje. Wij zijn druk bezig met de voorbeschouwing van Gomos Roden. Wat is jouw mening hoe het worden zal, het scoreverloop? Ik heb er nog niet serieus over gedacht, maar het is natuurlijk een mooie klassieker. Het belooft goed weer te worden en het is heel fijn dat hij mag. En inschattende heb ik Roden afgelopen zondag zien spelen en hele gretige jonge ploeg. Dus ik gaf een kleine overwinning van Roden. Goed zo, mooi. En ga je zelf ook even met de kikken? Ik denk dat dat wel de bedoeling is, maar dat moet eigenlijk wel even, vind ik. Ja, goed zo. Ja. Met jouw steun, dan krijgen ze vast en zeker 3 punten. En ik gaf een mooi voetbal. Dus, ja. Want ik vind het voetbal erg in kwaliteit achteruit gewoon. Dus ik kan genieten van mooi voetbal. En als dat beide ploegen dat neer kunnen zetten en dan ook de derby-sfeer nog een beetje creëren, dan denk ik dat je een hele hoop blide supporters hebt. Prima. Nou, dat bent een mooie woordenaaltje. We hopen dat het een mooie wedstrijd wordt. En dat de punten goed verdeeld worden of dat de sterkste mag winnen. We zullen het zien en op het veld wordt de creatie neergelegd. En aan het eind van de 90 minuten weten we het. Prima. Ja? Goed zo, Haltje. Succes, jongen. Bedankt. Oké, hoi hoi. Hier treffen we de familie Dreuwers. Riks en Jetty Dreuwers. Ook altijd met voetbal verbonden. En Riks, wat denk jij dat zondag wordt tussen Gomos en Roden? Nou ja, we hopen natuurlijk op het beste, maar ik denk dat ze een hele zware klui van krijgen. Want de resultaten die ben tot nu toe wel erg goed, maar ik denk dat Gomos toch een tikkie beter is. Als ik dat zo zie en lees en heb gehoord, dan krijgen ze een zware klui eraan, Roden. Maar ik wens ze het allerbeste en de kop ervoor, de mouwen omhoog. En de beuk erin. Ja, dat is het minste wat er gebeuren kan. Zo is dat. En Jetty, wat denkst u ervan? Ja, nou ja, van voetbal. Ik heb er niet zoveel verstand van. Want niet zoveel als Rieks natuurlijk. Maar echt wat duimen voor Roden. Tuurlijk. Goed zo. Ja, die moet winnen.
De punt die moet weer met naar Roden komen. Zo zeker, is dat. Zeker met naar goed zo. Ja. En als er maar een beetje strijd is. Ja, en dan moet de beuk erin. Goed zo. Kop dat de is en deur zetten. Prima. Ja. Vriendelijk bedankt. Goed zo. Okay. Heel goed. Mooi. We treffen hier in Roon op een hoek bij de Korenaar, bij de Wakker. Lammer Douwers, bekend oud voetballer ook van Roon. En je weet nog alle historische feiten van Roon. En ik wil hem van je weten, Lammert, wat jij het zegt van de wedstrijd Homos tegen Roden. Hoe was het? Nou, ik zie hier ook weinig voetbal, maar ik volg de commentaren en zo allemaal wel. En ook van de mensen die er wel komen. Ik denk dat ik Homos iets hoger inschat, omdat Roden een hele jonge ploeg heeft. En ook nog wat kleine kereltjes. Dus ik schat Homos toch iets hoger in. 2-1, zeg ik. 2-1, ja. Goed zo. Wij zullen afwachten wat het wordt. We zullen nog een beetje actief in de sport bewegen. Ik word naar het fitnesscentrum. Oh, kijk eens aan. 1 keer in de week trouwens. Hè? Dat is een goede zorg. Ja. Wij zullen zondag afwachten, Lammert. En bedankt voor de medewerking. Ja, oké. Okay. Ja, mooi, Betta.